hel en verdoemenis. Wij zijn een katholieke radio-omroep. En we gaan de trouwe luisteraars van ons hoorspel niet confronteren met de geluiden van geslachtsgemeenschap. Als jullie willen branden in hel, dan zoek je mijn werk bij de VPRO. En jij, als jouw baan je lief is, dan ga je nu onmiddellijk die walgelijke scène schappen. Scherp! Ik snap wel dat je op televisie wil, schat. Ik denk alleen niet dat de televisie op jou zit te wachten. Boer zoekt ware liefde. Wie wil dat oude hemelsnaam zien? Kijk geen kind aan. Geef jij even de koffie, maar ik kan het niet meer. Ik kan het gewoon niet meer. Ik probeer hier iets moois te maken. Ik wil graag de mensen iets meegeven over het leven en de liefde. En alles wat ik hoor is, ben je dit en doelgroep dat. Zo kan ik dan niet werken. Hou de zooi uit mijn buurt. Ik heb in Londen gewerkt, waar ik mensen mocht stenigen als ze me zulke koffie gaven. Cor Stefan. Wat? Ja, hij wordt daar gewerkt, ja? Hey, alles voor de kunst, hè? Yes. Wat is dit? Niks, nee. Ik denk dat ik morgen een nieuwe baan kan gaan zoeken. Steeds intenser. Hij deed wat voor hem geboden was. Maar de dienstmeid die zich eerst nog schaamde dat ze nooit had leren lezen, gooide nu alle schaamte van zich af. Eén ding was duidelijk. Voor het eerst in haar jonge leven was zij waarlijk vrij. En daarmee zijn we aan het einde van dit KRO-programma. Ik wens u verder een prettige zondag voor straks smakelijk eten en graag tot ziens.